and gentlemen, greetings to you all. My name is Willy Wonka. De film gaat over deze man, Willy Wonka. Hij wil een speciale chocoladewinkel openen met allerlei bijzonder snoep. Maar andere chocoladeverkopers vinden dat niet leuk. Do not sell chocolate in this town! In de landen waar de film al uit is, is hij super populair. En dat is niet zo gek. De film ziet er spectaculair uit. Het kostte 115 miljoen euro en duurde een paar jaar om te maken. Ook spelen er veel bekende acteurs in, zoals Rowan Atkinson, Hugh Grant en Timothée Chalamet. May I present Willy Wonka's wild and wonderful wishy-washy Wonka Walker? Die laatste speelt Willy Wonka. And what was the hardest scene to film? I think swimming in the chocolate. That was difficult. And what was the easiest scene? That's a good question. Anything where I had to eat delicious chocolate. De film is geïnspireerd door een bekend boek van Roald Dahl dat jij misschien ook wel hebt gelezen. Sjaki en de chocoladefabriek. Daarin krijgt hoofdpersoon Sjaki een rondleiding door de grote chocoladefabriek van Willy Wonka. En van dat bekende verhaal zijn al videogames, musicals en ook meerdere films gemaakt. Deze uit 2005, die ken je misschien wel. Every drop of the river is hot melted chocolate of the finest quality. Maar ook deze, veel ouder, uit 1971. A world of pure imagination. And Gene Wilder en Johnny Depp, they're both these cinematic legends. It felt like a lot of pressure. I think because the story is different, I think that this Willy Wonka is a little more hopeful. What is it? Nothing. Well, it's obviously something because you said, huh. De nieuwe Wonka is net even anders. Die speelt zich af voor het verhaal van Sjaki. Hoe Willy Wonka werkt dus. En ja, veel mensen, jong en oud, zijn daar dus benieuwd naar.